Ben Segers, welk aandeel heb jij in de nieuwe film van Urbanus? Mijn aandeel is de stem geven aan Nabucodonosor, moeilijke naam, hè? De trouwe viervoeter van Urbanus, ja. Ja. Is dat moeilijk? Moeilijk is dat niet, maar het is vooral leuk. Natuurlijk, het werkproces om deze film in te spreken was wel enigszins anders dan als je zo'n Disney of zoiets van Pixar moet inlezen. Wanneer je dan inleest, dan is dat verhaal, is de film eigenlijk al af. En moet je eigenlijk als acteur de stem van uw Amerikaanse collega toch iets of wat benaderen. En nu kregen wij eigenlijk, ik zeg niet carte blanche, maar het leek er wel op om zelf eigenlijk onze eigen stem een beetje te creëren en onze eigen intonatie zelf te bepalen. En dat was een andere werkwijze, want normaal is het anders eigenlijk, ja. Erbij vertelde dat iedereen eigenlijk gewoon zijn eigen stem mocht gebruiken, klopt dat? Ik heb wel een beetje mijn stem vervormd eigenlijk, omdat ik ook zoiets had van ja, die Nabucco die heeft geen strottenhoofd, dat is een hond in twee delen en die heeft geen keel, geen strottenhoofd, dus die heeft eigenlijk ook geen stem, dus die moet heel veel met lucht babbelen. En ja, dan heb ik dat proberen te, heb ik toch mijn stem enigszins vervormd naar iets met lucht. Ja, dat is een beetje zo eigenlijk, hè. Zo'n beetje achter in de keel en veel de lucht te laten spreken eigenlijk, ja. En blaft die hond dan ook? Die hem blaft maar weinig, ja. Die kan moeilijk blaffen, die kan niet heel de buurt alarm schreeuwen, dat kan hem wel niet, nee. Urbanus wordt dit jaar 70. Wat vind jij persoonlijk het mooiste wat Urbanus in zijn leven gedaan heeft? Wat ik er allemaal van ken, ik ken hem eigenlijk voornamelijk van televisie. Dus ik heb eigenlijk nooit een live optreden van hem gezien, wat ik wel eens zou willen doen. Ik heb natuurlijk wel live optredens gezien die gecapteerd waren op tv. Wat ik wel heel bijzonder vond, maar dat was nog heel vroeg, dat waren die filmpjes op de BRT na het nieuws vroeger. En dat is dan ooit eens verbannen geweest, omdat dat zo was geen schopperij was en zo tegen de kerk. En ik vond dat toen als kind al heel bijzonder van wow. Maar ja, dan heb je Hector en dan heb je die kokkoflanel. Vond ik fantastisch. En de strips ook, hè. Eerst deed ik Jommeke en Suske en Wiske, maar dat werd dan wat braaf. En bij Urbanus was dat zo wat tegen de schenen schoppen en wat vuiler en buiten de lijntjes kleuren. En dat vond ik wel leuk, ja.